mijn hele. Oh, sorry. Oh, je hebt hem al op. Ja, dat kan toch. Waarom zijn we allebei blauw? Dat is echt niet afgestemd gewoon. Dit is gewoon echt toeval. Wij doen het echt nooit. Nou jongens, vandaag geen vlog op het kanaal van Miriam, maar wel een hele leuke kookvideo. Ja, wat gaan wij maken? Vraag je mee? Ja. Nee, wij gaan dus een hele gezonde pizza maken. We gaan namelijk een pizza maken met een tonijnbodem. En ik heb het 1 keer eerder gemaakt zonder Nessie. En toen had ik het volgens mij op waar had ik gezien. Maar dat foto gestuurd aan mij. Ja, zei die, wauw, wil ik een keer met jou maken. Dus we dachten van... Maar was het ook echt lekker? Het was best wel lekker. Het was gewoon een lekkere gezonde pizza. Dit recept is trouwens niet van mij. Ik heb het opgenomen van een pagina. Zet ik even hier een link onder. En het is natuurlijk allemaal keto-proof. Wat hebben we allemaal op tafel, meisje? Onions. Yes. Eieren. Yes. Nog maar 2 in de pakket. Ja, maar oké. Geen nodig. Zout, peper, Italiaanse kruiden en chili powder. 4 tonijnblikjes met een vleugje olijfolie. Groene paprika, zeytoon. Jalapeno's. Jalapeno's, dat is pittig toch? Ja. Die ga je niet gebruiken. We hebben tomatensaus van Heinz. En dan hebben we babyspinazie en mais, maar die is voor mij. Dat is niet keto. We gaan beginnen met het recept. Zoals ik zei, ik ga het recept hieronder even zetten. Het is echt zo simpel om te maken, jongens. Oh ja, weet je wat we gaan doen voor we gaan beginnen? We gaan even de oven voor verwarmen. Dat is een goed idee. Ja, doe maar op 200 graden. Draai ding. Verwarm je oven voor op 180 graden. Nou, dan doe je op 200 graden, want die werkt hier zo goed. Laat het blik tonijn goed uitlekken. Heef vol de tonijn over in het kommetje en roer het ei en alle kruiden goed door de tonijn. Oké, okay. Dus we moeten als eerst de tonijn gaan uitlekken. Oh, er zit niet heel veel in. Er zit hier een beetje olijfolie in. Er zit ook een vleugje olijfolie in. Echt naar Oh, dat ruikt wel echt heel erg lekker. Vind je dat? Dat is een beetje naar kattenvoer, toch? Zeg maar, als ik dit nu aan Dina geef, gaat ze het vreten. Dina! En Lina, die raakt het toch niet lekker. Lulu! Dina gaat het echt nooit eten. En moet je dit nu kneden? Met je handen? Dan mag gewoon even met de lepel. Ja toch? Dan ga je handen stinken naar tonijn. Hierna doen we even alles in een kommetje en dan gaan we dingen met elkaar mixen. En wij gaan het tonijn mixen. Nou, heel goed. Het is echt dom. Roer het ei en alle kruiden goed door de tonijn. De tonijn zal heel fijn worden. Je mag wel zoveel kruiden bij allebei, joh. Maar ik wou chili pepper erin, dat wil jij niet. Hoezo niet? Omdat het pittig is. Dat doet er niet zoveel erin. Is 2 genoeg? Ja. Vorige keer had ik 1 ei. Ja. En toen had ik 2 blikjes. En er zijn 2 eieren voor 4 blikjes. Lijkt me dat genoeg. Zout. Wow. Peper. Italiaanse kruiden. Klein beetje chili voor jou. Neem een vel bakpapier en vorm een ronde pizza met een tonijnmengsel. Hebben we bakpapier? Ja. Het gaat makkelijker met de bolle kant van een lepel. Bakpapier. Maar ik vraag me wel eens af hoe die deeg zeg maar deeg wordt. Maar wordt het wat krokanter of zo? Ja. Wat de fuck is dit? Oké, veel. We gaan pizza maken, jongens. Ik heb er zin in. Nou, we gaan nu even een ronde pizza vormen. Ik ga hier echt vol van raken. Hè? Dit is echt een pizza. Ik dacht van, ik had nog zelfs 2 van die kleine gemaakt. Ik kreeg het gewoon niet op, jongens. Maar het is ook heel erg vullend. Ja, het is heel erg vullend. Het is gewoon allemaal eiwitten. Die tonijn alleen al is al super vullend. Ja, besef je, eet nu per persoon 2 blikken tonijn. Wanneer doe je dat? Dat doe je echt mooi. Maar het is dus de bedoeling dat dit krokant wordt. Ja, echt krokant wordt het natuurlijk niet. Maar het is een beetje een natte pizza. Nee, ook niet. Het wordt wel hard, zeg maar. Maar het is niet. Okay. Dat krijg je nou niet. Je hebt toch van die groentepizza bij de supermarkt? En dan zeggen ze toch dat het eigenlijk een groentebodem is. Ja. Maar dat is niet helemaal groente. Het is gewoon wel gewoon gemixt met meel en alles. Op een raar wat je niet mag. Het is wel gezonder dan een normale pizza, maar ik zou het nog steeds niet mogen. Maar jij weet niet wat je aan het doen bent. Je moet gewoon een pizza maken. Ja, is toch rond? Is toch goed? Zo niet netjes. Hoezo is het niet netjes? Ik gewoon er zo van. Ik ga zo dat zien, hè? Zo ziet mijn pizza er inmiddels uit. En dit is Nessie's pizza. Ik weet echt niet waarom je dit heel aan het doen bent. Wij gaan
gaan deze pizza's nu even in de oven doen. Even kijken hoe lang het precies erin moet. Nu gaat de tonijnbodem voor 20 minuten in de oven. Na 20 minuten halen we eruit en beleg naar keuze. Oké, let's go. Oké, jongens, de pizza is klaar. Ziet er super goed uit. Dat ziet er goed uit. Blijft deze erin? Ja. Nu gaat die van Nessie maar in. Nessie's pizza is klaar! Yay! Ik ga er zin in! Ik denk dat we deze nodig hebben voor de tomaatpizza. En ik denk dat we sowieso kaas nodig hebben. Trouwens, al in het begin niet gezegd dat we ook gewoon kaas nodig hebben. What the fuck is dit? In Italië doen ze de tomatenpuree met dit onderkant zo en dan doen ze zo uitsmeren. Wat heb jij? Mag ik dat doen? Leg nog een keer uit, leg nog een keer uit, ja? Mag ik het doen? Ja, je mag het nu doen. Nou, wat je dan doet is, je doet, er komt hier nog uit. Je doet tomatensaus hierin. Ja. Hoeveel je nodig hebt. Ja. En dan in Italië, dan doen ze hier, doen ze zo, doen ze uitsmeren. En met de onderkant smeren ze het uit. Buongiorno. Buongiorno, Italiano. Oh, Italiano boy. Ja. Zo. Ik hou van heel veel tomatensaus op mijn pizza. De vorige keer had ik weinig opgeruimd. Toen dacht ik van, er mist iets. Is de oven nog steeds wel aan? Ja toch? Ja. Dus ik ga voor veel tomatensaus. Beetje overdreven. Okay. Ik wou niet zo veel tomatensaus. Ik wil echt niet zoveel tomatensaus. Nu heb ik spijt. Nu heb ik echt spijt. Haal dat dan. Kijk hoeveel tomaten. Dat kan toch niet? Dat moet je erop halen. Ja, ik denk wel dat ik dat ga doen, man. En nu? Kijk, nu mag je beleggen wat je wil. Het is wel verstandig dat je met kaas, denk ik, begint, of niet? Ja. Ja, toch? Ik doe kaas en dan iets en dan nog een keer kaas. Zo, buongiorno. We hebben die paprika nog niet en we hebben ook geen ui gesmeerd. Oh, shit, die moeten we nog snijden. Wij gaan nu paprika's en uitjes snijden. Is dat altijd, jongens? Oh, ik moet wel wassen. Als je thuis komt en je vrouw die ruikt naar ui en knoflook, dan weet je dat je een goede vrouw hebt. Toch, Mip? Even serieus, waarom vinden mannen het altijd lekker als je zeg maar naar eten ruikt? Ik vind dat echt zo raar. Omdat, en jij bent niet de enige die dat zegt. Ja. Als voor een man is het dan, zeggen dat of zo. Voor een man is dat zeg maar van, ja man, mijn vrouw die vandaag, ze is bezig geweest voor mij. Denk van, heerlijk. Vooral als ik ga hangballen om zo'n vraag, weet je dan echt zo. Ik vind dat zo vies. Oké, hoe zal ik dat nog tot midden doen deze? Tenminste, voor mij, ik wil geen stukjes meer wat jij wil. Ik doe dit. Ik doe wel even zo. Weet je wat, ik doe dit klein en die andere groot. Het is eigenlijk best wel leuk samen pizza's maken. Mm. Oh, what the fuck, ik heb helemaal niks. Wat die grote stukjes dan? Zullen we erop leggen? Ik hou van heel veel ui op mijn tonijnpizza. Ik kan nog eentje snijden, toch? Je hebt wel alle goede stukjes gepakt. Ja. Sorry hoor, dit kan echt niet. Geef ja, dan ziet er veel beter uit. Rot op. Leg mijn ui op. Ik moet huilen. Mag ik ook paprika? Ja, ik heb ook al die ui gewoon afgepakt. Ik doe er olijven op. Dus ik wil nadenken of ik wel of niet jalapeno's erop wil. Ik zou het niet doen. Oh mijn god, die van jou ziet er wel echt heel goed uit. Ik ben nu wel echt heel jaloers. Ik zou wel echt honger krijgen. Het is ook echt etenstijd. Zo, ik heb ook echt honger gekregen. Al gezegd. Hè? Je hebt een seconde geleden al gezegd dat je honger hebt gekregen. Je zegt het komt weer. Echt? Nee, ik zei iets anders. Ik wil echt honger krijgen. Ik ga nog de video terugzien. Ik heb echt honger. Kijk, dit is mijn pizza. Lekker keto-proof. En dit is Nessie's pizza. Zo, dat is één groene gekke pizza. Nee, maar wacht, ik ben nog niet klaar. Oh, ik ben echt jaloers op jou. Het ziet er zo goed uit. Oh my god. Je bent echt zo'n uitslover ben je altijd. Hoezo? Jou moet er altijd beter uitzien. Jij bent altijd waar. Zo geweest. Kijk dan, kijk hem gaan. Hella! Hoe lang zit het er nu in? 10 minuutjes. Kijk jongens, dit is mijn pizza. Hoe lekker ziet deze eruit? En hij is gewoon echt krokant aan de zijkant. Heerlijk. Birthday cake. Gewoon zo in het midden zo? Ja. Go. Oh, het ziet er wel echt goed uit. Hij ruikt ook zo lekker. Ik ga het eerst proeven. Ik heb gisteren al mijn tong verbrand, om mijn lichaam helemaal te verbrand. Valt het me echt mee deze. Echt? Deze is lekkerder dan de vorige keer. Dat heb ik zelf goed gemaakt. Hij is zo fucking is die, lekker. Is hij warm of medium warm? Hij is gewoon normaal. Ik wil even een heel klein hapje nemen. Dit is zo fucking lekker.
Ja, dat bedoel ik. Lekker man. Het is echt lekker, hè? Denk wel, ik weet niet of ik zo'n hele pizza op kan. Nee, maar hij is heel heftig. Maar vind je dan tonijnpizza smaken? Ja, de. Ik smaak alleen maar tonijn. Je proeft wel gewoon tonijn. Maar bij een tonijnpizza heb je zeg maar nog brood, toch? Ja. Het smaakt iets anders. Vet lekker. Dus een Nessim's pizza. Ja, lijkt, kijk. Lijkt een beetje Mexicaans. Zo'n spinazie pizza. Oh, lekker man. Yummy. Echt? Echt lekker. Is het veel lekkerder dan niet voor mij? Ja. Ik wil het niet zeggen, maar ik vind wel. Nee, maar ik geloof het wel, want mais alleen al maakt het verschil hè, bij een tonijnpizza. Mm. Lekker zoet. Oh, het ziet er wel echt goed uit. Oh, kijk dan. Welke cijfer geef je deze pizza? Nou, ik denk dat je, als je dit eet, ja? Ik denk dat één pizza is genoeg voor 2-3 mensen. Dus ik zou niet mezelf misselijk eten. Nee. Wel grappig dat het gewoon gelukt is. Ja. Meestal mislukken dingen bij ons als we filmen. Ja, maar ik heb altijd gezegd, hartige dingen zijn bij ons altijd, die gaan altijd goed bij ons. Maar zoete dingen maken wij gewoon niet. Ik ga bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. En willen jullie nog meer zien van deze healthy recepten? Laat het dan hieronder weten. En wat willen jullie nog meer zien? Dan gaan we het allemaal filmen voor jullie. Ja. Ik ga binnenkort trouwens ook een video opnemen wat ik allemaal op een dag eet. Want daar was vraag naar, zag ik. Dus die komt ook binnenkort. Maar ik hoop dat jullie het nu van deze hebben genoten. En tot de volgende keer. Doeg! Doei!